Trainer Henk de Jong, morgen de wedstrijd tegen Helmond Sport. Maar eerst even belangrijk, hoe is het met je? Ja, gaat goed. Gaat goed. Ja, ik was maandag even blij met de ambulance en het MCL. En die hebben echt geweldig mij geholpen. Geweldige mensen er ook. En die stelden me snel gerust dat het goed was. Dus ja, het was even vervelend. Dus ik heb er even een nacht gelegen in het ziekenhuis. Want het leek op dat ik wat hartklachten had. Maar dat is gelukkig. Het was wel een hele trage bloeddruk. Maar ik kreeg s'avonds behoorlijk de griep en de volgende dag. Dus het lijkt daar gewoon weg te komen. Dus er is gelukkig. Ik heb een mooi check-up gehad. Er is niks aan de hand. En nogmaals, mensen hebben geweldig op mij gepast. Alleen je krijgt er wel een tikje van, dus ik was even heel vermoeid. Ja, maar je bent er wel gewoon bij dus morgen? Ja, er is niks aan de hand. De dokter zei ook, jongen, je hebt een heel mooi hart, doet het heel goed. En er zijn ook geen adertjes dicht, dus je kan gewoon op de bank zitten. Gelukkig maar. Dan even over de wedstrijd. Vorige week natuurlijk een knap resultaat gehaald bij Telstar. Ik denk ook mooi om te zien dat we dus ook op karakter overeind kunnen blijven. Hè? Ja, dat vind ik ook. Dat we het op karakter hebben gedaan. Uitwedstrijd winnen. Maar uitwedstrijd, als je daar heel blij om bent dat je die wint, dan is het één zorg dat je de volgende thuiswedstrijd ook wint. Want anders ben je weer kwijt. Hè? Dus daar, vanmorgen was ik er dan weer even bij. Nou, Sander en de mannen die hebben daar ook de hele week bovenop gezeten. He, daar hoef ik niet eens over na te denken, want dat is gewoon top. En, maar zelf ook nog eventjes, dat mooi dat we daar gewonnen hebben. Zijn we blij als team en blij met z'n allen. Maar het gaat wel om morgenavond dat we nu de volgende weer pakken. He, en dat we thuiswedstrijden winnen. En als je dan uit erbij pakt, dan gaat het de goede kant op. Ja, want het belang is wel duidelijk. Je kunt dus echt aan kop komen, hè? Oh, dat weet ik niet eens. Maar ik kijk gewoon week op week en dan zien we wel waar we staan. En het gaat om volgend jaar waar we staan. Hè? Maar ik tel altijd de puntjes wel op, dus ik weet hoeveel we hebben. Maar daar ben ik er niet zo mee bezig. Maar ik ben bezig met winnen. En wedstrijden winnen is liefst zoveel mogelijk achter elkaar. En dan weet ik automatisch wel dat we goed ervoor staan. Ja, en dan het liefst dat ook nog gepaard met het publiek vermaken. Ik denk dat Helmond hier niet komt om het publiek te vermaken. Hè? Nee, maar dat is ook natuurlijk hun goed recht. Kijk, zo, iedere tegenstander die mag hun eigen denkwijze hebben. En ik kan begrijpen dat die komen hier niet om de hele boel open te gooien. Dat doe je niet. Dus wij moeten ons eigen ding doen. We moeten zelf zien dat we het voor elkaar krijgen. Ja, en Helmond is hebben een goede overwinning geboekt op Eindhoven. Dus die hebben er ook een goed gevoel uit overgehouden. Best een goed team hoor. Dus het zal niet zomaar gaan. Dus lastige wedstrijd. Maar we moeten zien dat we de punten hier houden. Ja, je kunt verwachten dat ze hier dus gaan komen om compact te spelen. Daarom misschien ook één wijziging. Ragnar voor Korte, is dat een tactisch verhaal? Nou, kijk, we gaan wel vanuit dat wij morgen ook wat spel moeten maken. En dat kan ook wel niet zijn hoor, maar dan doet Helmond dat ook heel goed, dat zou kunnen. Maar dan spelen we ook op de helft van de tegenpartij, dus dan heb je ook creativiteit. Nou, en ik vind dat Giovanni Korte, dat is een fantastisch kereltje die nog niet heeft laten zien wat hij kan, maar die kan nog veel meer. En dat zit hem zelf ook een beetje dwars, en dan gaat hij meteen hem zelf voetballen. Ja, dan moeten we eigenlijk eventjes los in te laten. Die jongen die gaat straks nog komen en die wordt heel belangrijk voor de club. Maar vandaar die keuze eventjes. Hè. Dus Ragnar even wat creatiever op dit moment. Nou, en dan kan Giovanni uit de bank komen en vaak geeft dat een opluchting. He, want het is vaak de druk die je zelf oplegt, omdat hij het zo goed wil doen. Hij wil het zo goed doen, waardoor het iets tegen hemzelf gaat werken. Nou, dat is gelukkig een mens. En dat snapt hij ook, maar ik zag in de training al dat hij er niet mee akkoord ging. Dus dat is een goed teken. Nou is Helmond natuurlijk wel een rare ploeg. Ze winnen afgelopen week van Eindhoven, die in een goede flow zaten. Wat gaat maken dat Cambuur die wedstrijd morgen wel wint? Ja, ik ga uit dat we winnen, maar het is niet zomaar gezegd, hè? Maar we gaan vol voor de overwinning. En tegen wie we dan ook spelen, maakt niet zoveel uit. Maar elke tegenstander heeft zijn kwaliteiten. En daar zullen we ons goed tegen wapenen. En dan zien we na twee keer drie kwartier wel hoe het staat. De beste zal winnen. Hè? Eerst een keer niet zo, dan heb je heel veel pech gehad. Maar als wij maar alles eraan doen, dan komen we een heel eind.